is ie? Ja, gaat goed man. Lekker, met jou dan? Ja, prima. Vul je een beetje of... Mooi. Ja, vervelen. Ja, is wel anders dan normaal, hè? Wat doe je de hele dag door dan? Ja, een beetje de programma's doen die we van de club krijgen en voor de rest gewoon thuis. Een beetje chillen, gamen, met familie tijd doorbrengen. Meer niet eigenlijk. En ben je nu gewoon in Twente of ben je weer maar terug? Nee, ik ben lekker in Amsterdam. Lekker bij familie. Oh, beter. En je doet mee met de Ramadan? Wat zei je? Je doet mee aan de Ramadan? Ja, mooie maand hè. Hoe is dat? Ik hoor je niet zo goed. Hoe is dat? Oh ja, ja, gaat wel lekker. Mooie maand natuurlijk. Wel anders dan normaal nu, omdat we niet samen mogen komen. En, maar ja, het gaat tot nu toe goed. De dagen gaan goed. Geen probleem met eten en drinken. En voor de rest met mijn eigen familie is het gewoon gezellig. Ja, gelukkig. En maandag mag je weer beginnen met trainen. Kijk je er naar uit? Ja, zeker. Ik sta wel weer te popelen om te beginnen hoor. Het zal niet zo zijn als eerst, maar we kunnen weer een start maken. Je kunt tenminste je voetbalschoenen weer aantrekken. Ja, daarom. En we hebben natuurlijk vragen, of mensen, of de sports gevraagd of ze vragen in willen sturen voor jou. Mm-hmm. Dus ik heb er weer 10 leuke uitgepikt. Dus ik ben benieuwd of je ready bent. Okay. Als jij ze mag kiezen, weet ik het wel. Nee, ik heb het rustig gehouden. Of na de supporters sowieso. Er zaten niet zo heel veel gekke vragen tussen. De eerste is van Milan Kerven. Met wie uit het team ga je het meest om? Uit het team. Ik ga het meest om zowel op de club en buiten het voetbal met Godfried. Maar op de club hebben we ook, zit ik aan één tafel met, ook met Jesse en met Enyo. Met hun kan ik ook heel goed opschieten. We hebben ook een goede band. Dus met die drie eigenlijk. Met de jonge jongens. Ja, zeker. Steve vraagt, wie is je voorbeeld? Of wie was je voorbeeld toen je klein was? Voor mij echt een voorbeeld in het voetbal is denk ik Luka Modric. Is gewoon een fantastische speler. Heeft alles, winnaarsmentaliteit, kwaliteit. Ja, is echt gewoon een voorbeeld. En als kleine jongen al of? Ja, ik weet niet. Dat kan ik niet zo goed herinneren. Ja, ik keek natuurlijk naar Ronaldo, Messi. Maar ik denk in de afgelopen jaren echt voor mij specifiek, ik ook als voetballer denk ik echt Luka Modric. Oké, nice. Die hoor je ook niet vaak, dat is wel leuk. Tijmen Tijl vraagt, in welke competitie zou je ooit nog eens willen spelen? En voor welke club, ben ik ook wel benieuwd. Goeie. Als ik echt groot ga dromen, denk ik dat Spanje echt het beste bij mij past qua voetbal. En als we dan toch bezig zijn, denk ik Barcelona. Oké, wel Barcelona. Ja. Oké, nice. Denk dat qua voetbal het mooiste is. Even kijken. Troy 0547 vraagt, wat is je beste eigenschap? En dan op voetbalgebied. Ik denk dat mijn kwaliteit ligt aan de bal. Mijn passing, mijn steekpasses. Maar ook de energie die ik erin leg. Ik geef altijd 100%. Ik wil altijd gaan om te winnen. Ik denk dat dat wel eigenschappen zijn waar je mij aan kan herkennen. En waar wil jij je nog gaan verbeteren? Mijn verbeterpunten, ontwikkelingspunten liggen dan nog op fysiek vlak. Sterker worden, zodat ik nog meer duels kan winnen. En ik denk ook wel een stukje in het koppen, dat ik daar ook nog wel in kan verbeteren. Ja, dan moet het toch wel een paar centimeter van je haar af, denk ik. Als het daaraan ligt. even kijken, oh, nou dat is toevallig een bruggetje, heb ik niet eens gezien. Anouk te Veldhuis vraagt, is je haar niet vervelend tijdens het voetballen? Ja en nee. Ik ben het al heel lang gewend, dus het is niet echt vervelend voor mij. Maar als het echt iets te lang is, dan gaat het wel eens voor mijn ogen, maar dan zet ik een haarbandje en daar heb ik geen last meer van. En lijpe grap, ja, vraag, heb je ook een reden voor dit kapsel? Wat zei je? Heb je ook een reden voor dit kapsel? Een reden? Tenminste, de meesten hebben altijd gewoon een kuifje en weet ik wat. Nee, ik heb het wel al lang en ik... Ja, ik denk gewoon dat het beste is wat bij mij staat.
En ik voel me er gewoon fijn bij, dus ik denk daarom dat ik het gewoon zo laat. Ja, Wie weet komt er nog een dag. je wordt het juist wel herkend nu, dus het is toch juist leuk zo. Ja, precies. Bente de Graaf vraagt, zij komt trouwens elke keer weer op en terug met deze vraag. Met wie zou je wel eens in quarantaine willen zitten? Dat je gewoon echt dat je echt 24/7 moet je dan bij elkaar in quarantaine zitten. Met welke selectie speel je trouwens? Vanuit het team, hè? Ja. Zo. Ik weet wel met wie ik wel wil. Met Godfrey dan. Ja, met wie niet? Ja, dat ligt wel goed. Met wie niet? Goeie vraag. Ja, het hoeft niet per se persoonlijk te zijn dat je iemand echt niet mag. Maar het kan best zijn dat er een van de jongens hartstikke druk is, of weet ik wat. Dat jij denkt van nou, dat is voor een uurtje leuk, maar na 2 uur word ik helemaal gek van die gast. Ja, ik weet niet. Nee, ik zou niet echt iemand kunnen noemen. Als ik dan iemand moet noemen, denk ik Emiel. Die houdt wel van die stomme grapjes. Die heeft wel altijd dingen die hij uithaalt bij mensen. Dus ik denk dat hij na 2 uur wel irritant begint te worden. Oké. Even kijken. Tycho vraagt: ben je blij dat je weer mag trainen? Ja, zeker. Het stilzitten is voor mij persoonlijk sowieso echt niks voor mij. En ja, ik vind het het leukste om op het veld te staan en met de bal bezig te zijn. Dus ja. Jasper FCT vraagt: wie is het grappigste uit het team? Grappigste. Ja, je hebt er wel een paar. Wie ik persoonlijk het grappigst vind, dan denk ik Quincy Meenig. Hij is gewoon altijd zichzelf en hij gooit er gewoon uit wat in zich opkomt en dat komt toch soms grappig uit en dan kan je wel om lachen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Even kijken. Ja, daar hebben we de laatste vraag. En daar ben je bang voor. Hoezo? Weet, Nee. jij weet meer. Nou, Omid Moussavi. Oh nee, hè. Ja, die ken jij. Maar ja, ik weet het verhaal achter niet. Hoe lang ben je elke dag bezig in de badkamer? Ja, En ik had even ja. research gedaan bij Jesse. Die zei dat je heel lang aan het tandenpoetsen bent. Vertel. Ja, je moet goed je tanden poetsen. Nee, als ik in de badkamer ben, duurt het altijd wel even, vooral 's ochtends. Ik neem mijn tijd. En die jongens die wel eens met mij zijn 's ochtends weten dat wel. En Jesse weet dat dus, en die Omi dus ook. En ja, dat kan wel een minuutje of 30, 35 duren. Maar je bent wel altijd op tijd, weten we nog van de Most Likely To Challenge, hè? Ik ben altijd op tijd, nog wel. Nog wel. Zolang het niet fataal wordt, is het allemaal goed, toch? Ja, wat is het trouwens ook niet lastig voor jou om weer in je ritme te komen straks? Ja, tuurlijk. Je bent nu even weer gestopt. Het is geen vakantie, maar je kan het daarmee wel vergelijken, want je doet gewoon niks. Je volgt wel de programma's van de club. Maar dat kan je niet vergelijken met op het veld staan, denk ik. Dus je zal wel weer even erin moeten komen. Maar ja, we krijgen daar ook genoeg tijd voor. De competitie ligt nog lang genoeg stil. Helaas. Dus ja, we komen er vanzelf wel weer in. En uiteindelijk doe je ook wat je leuk vindt, toch? Daarom precies, zo zit dat. En nou ja, je hebt je contract laatst verlengd. Wat verwacht jij voor je komende tijd, voor je komende periode? Heb je al doelen voor jezelf gesteld? Ja, ik heb zeker altijd doelen. Ik wil dit seizoen, wanneer we eindelijk weer mogen gaan voetballen, zorgen dat ik in het team kom, dat ik veel minuten ga maken. En ik denk dat ik daar zelf ook klaar voor ben. En ja, we gaan kijken hoe het loopt. Dat is mijn doel in ieder geval. Elke dag alles geven op de training, laten zien dat ik hoort te spelen. En vanuit daar mezelf ontwikkelen. Nou, daar kun je maandag mee beginnen. Zeker, we gaan gelijk beginnen. Ramies, bedankt. Ja, alsjeblieft, man, Ik geen probleem. zie je maandag, denk ik. Ja, dan zien we elkaar maandag. Doe rustig aan, blijf veilig. Ja, jij ook succes met de Ramadan. Dankjewel, gaat goed En komen. we spreken elkaar. Ciao. Yo, aju.